De hele wereldtop bij de dames stond dinsdag aan de start bij de Bulls Ladies Tour. Deze wielerwedstrijd duurt 6 dagen met etappes in Limburg, Overijssel en Gelderland. Morgen starten de dames in Arnhem met finish in Nijmegen. En zondag gaat het in de slotetappe de andere kant op. Dus start in Nijmegen en finish in Arnhem. We kijken in deze speciale uitzending van Gelderland Sport terug op de afgelopen week. En natuurlijk naar de rit van vanmiddag. Lisa Klein uit Duitsland. De start dinsdag was een proloog van 3,8 kilometer op het Tom Dumoulin Bikepark in Sittard-Geleen. En als het over tijdrijden gaat, dan gaat het over Annemiek van Vleuten. De Wageningse is wereldkampioen tijdrijden en de afgelopen 2 jaar won ze de Bulls Ladies Tour. We krijgen een proloog van 3,8 kilometer in het park dat dus de naam heeft van Tom Dumoulin. En de dames mogen het de komende dagen laten zien, want tot en met zondag is deze ronde aan de gang. Daar komt de Duitse Lisa Klein en daar is een nieuw te kloppen tijd. 5 minuten en 9 seconden voor Klein. En Ellen van Dijk maakt zich klaar voor de start. 5 keer wereldkampioen in de toch wel succesvolle jaren voor Van Dijk. En wat kan zij in deze ronde? En daar is Anna van der Breggen van Boels Dolmans. Olympisch kampioen in 2016. En nog winnaar afgelopen weekend van de grote prijs van Plouay. Oeh, daar gaat ze. Poef, daar gaat ze hard onderuit, Anna van Dijk. Vliegt daar volledig uit die bocht. Oeh, dat ziet er toch heel erg slecht uit voor Van Dijk. Kijk, wat gaat er nou mis? Ja, ze vertrapt zich helemaal en dan, boem, in de bosjes. Hele rare valpartij van Ellen van Dijk. Nou, haar Ladies Tour zit er al op. Lucinda Brandt rijdt de snelste tijd. Knap gedaan van Brandt. En daar zien we dat het in ieder geval goed gaat met Ellen van Dijk. Maar ja, ze verliest natuurlijk zoveel seconden dat ze deze ronde op haar buik kan schrijven. Misschien deze Annemiek van Vleuten. Wereldkampioen tijdrijden. 2 keer gewonnen in deze ronde en nu dus van start voor haar proloog. Kan zij voor de 3e keer op rij deze Bulls Ladies Tour winnen? Dan moet ze in ieder geval een goede proloog rijden. En daar komt Anna van der Breggen, niet de snelste. Staat toch nog altijd de tijd van Lisa Klein. Maar het scheelt niet veel. Het scheelt 4 seconden voor Van der Breggen. 5:14 is haar tijd. En dus is Annemiek van Vleuten de enige die nog moet finishen op het Tom Dumoulin Bikepark. Gaat zij de snelste meteen zijn? Pakt ze meteen de leiderstrui? Morgen de etappe van Strambrooi naar Weert. Laatste bocht, neemt vol risico. Brede bocht is dat, daar kun je ook wat risico nemen. En dan het laatste rechte stuk voor Annemiek van Vleuten. We kijken naar de tijd, heeft nog 10 seconden om die tijd te kloppen van Lisa Klein. En dat gaat lukken. Ze pakt meteen de rode leiderstrui, Annemiek van Vleuten. En dus weten we wie de topfavoriete is voor de komende dagen in deze Bulls Ladies Tour. Annemiek van Vleuten won de afgelopen 2 jaar en is ook nu een favoriet. Dat is wel duidelijk. Ze is de favoriet en ze doet het dus ook gewoon. Even nog uitfietsen. Heel knap van Annemiek van Vleuten.
Woensdag ging de etappe over 123 kilometer van Stramprooi naar Weert. Met Annemiek van Vleuten in de Oranje Leiderstra. Britt Jochems is er ook bij als co-commentator. En die gaat voor ons ook de analyse een beetje doen van deze etappe. Hallo Britt. Ja, hallo. Goedemiddag. Hoi. We zien de stand en dan zien we meteen dat de verschillen natuurlijk heel klein zijn na die korte proloog van gisteren. Ja, dat ligt heel dicht op elkaar. En vooral omdat de proloog natuurlijk zo kort is. Dus vandaag zal het wel uitlopen tot een massasprint, maar ben benieuwd. Ja, Annemiek van Vleuten dus in de leiderstrui. Winnaar van de afgelopen twee edities van de Bulls Ladies Tour. Maar zij zei gisteren, na de winst in die proloog, van ja, ik ga waarschijnlijk toch niet winnen, want het parcours ligt mij niet zo. Nee, ja, ik denk omdat het gewoon eigenlijk de Limburg-etappe mist en een tijdrit nog die langer is. Dus het zal vooral aankomen op een sprint. Of een van de langere etappes, vrijdag of zondag, moet echt helemaal uiteengetrokken worden. Dan kunnen er nog wel verschillen ontstaan. Maar ja, als het op een sprint aankomt, zal het lastig worden, denk ik. We kijken naar Anna van der Breggen in haar regenbochttrui. Ja, die kan ze deze dagen nog even mooi dragen. En dan zal het afwachten zijn wat er op het WK gaat gebeuren. Maar ze rijdt ook wel redelijk achteraan nu. Ja, ik denk dat... Maar ze ziet geen gevaar. Dat ze geen gevaar ziet, nee. Inderdaad. Even mooi rustig achterin een momentje, ja. Ja, niemand valt aan. Nee, het is wat we nu gezien hebben, is het nog heel rustig. En liggen ze bovenop elkaar. Had dat niet gezegd? Hier ligt Annemiek van Vleuten ook bij. Oh, krijgen we nu de herhaling. Nou, zeg maar, wat gebeurt er? Ja, het gebeurt eigenlijk hier vrij achteraan, links van de weg. Die maakt wel eens smakken. Ja. Ja, en dan kan je gewoon op een gegeven moment dan kan je geen kant meer op en dan lig je er gewoon tussen eigenlijk. Ja. Het is ook Annemiek die... Die heeft toch wel in ieder geval... Ja, de broek flink. Kleren hebben het niet overleefd. Nee, ze heeft ook wel wat last zo te zien aan de linkerkant. Even later kan Van Vleuten weer aansluiten in het peloton. En zoals verwacht gaat het aankomen op een sprint in het centrum van Weert. 2 kilometer nog voor de finish in Weert. We rijden langs het kanaal in deze eerste etappe. Uitmonden in een sprint. Of gaat daar nog iemand iets proberen? Het is Monique Tenninglo die toch zelf probeert. Die denkt van, doei, ik probeer het gewoon. Wie weet... Die denken misschien, we hebben toch geen echte sprinter bij zich. Ik ga gewoon zelf die laatste 1,5 kilometer. Met die bochten, ik denk niet dat je geheel kansloos bent als je een echte hardrijdster bent. En er valt er een gaatje. Ja, ga je toch al naar de laatste bocht zometeen. Volgens mij zie je, het is niet geheel kansloos geweest. Daar zit Kirsten Wild toch ook al en Floortje Makkai die de sprint... aan gaat trekken. Nou, we gaan sprinten voor deze eerste etappe in Weert. En de vraag is, blijft Annemiek van Vleuten in de leiderstrui? Er zijn bonificatieseconden te pakken. Nou, de leidster wordt nu gepakt. Dus die poging is gestrand. Ja. Van Monique. Net goed. Dan zie je Lorena Wiebes tegen Kirsten Wild eigenlijk en Amy Pieters in het midden. Pas ten Noste zit er ook bij. Ja, het is Wiebes die... Het is Wiebes die wint deze eerste etappe in de Bulls Ladies Tour. Ik denk dat Wild dan tweede wordt. Ja, en Pa ten Noste nog wel 3. Misschien van bovenaf beter te zien. Ja. Wordt Wild 2 en Pa ten Noste 3. En daar is de winnares van deze etappe. Lorena gewonnen in de Bulls Ladies Tour. Dat is een prachtige zegen in een hele mooie lijst die je al hebt behaald dit jaar. Ja, dat klopt ja. Het was zeker een doel om de etappe te winnen. En ik ben blij dat het is gelukt. Was het hectisch onderweg vandaag of viel het mee? Het was heel hectisch vandaag. En dat is toch jammer, want het is best een mooie koers. En met zoveel valpartijen, dat is altijd jammer.
Ondanks de val blijft Annemiek van Vleuten aan de leiding. Donderdag gaat de ronde verder met een etappe van 113 kilometer rond Gennep. En ook nu lijkt het een dag voor de sprinters te worden. Hoewel er wel geprobeerd wordt om uit het peloton weg te rijden. Nou, het peloton komt er aan en gaat deze vijf zo meteen weer inrekenen. Ondanks verwoede pogingen, kijk die dame voorop, die zegt van jongens, rijden we nog? Ja, ze willen eigenlijk wel wegblijven, maar het is toch lastig om... Nee. Als je nu ziet hoe dicht het peloton toch weer komt. Terwijl er toch wel een aantal sterke dames waren net, maar helaas... met het tempo in het peloton lag toch wel vrij hoog dat nu alles weer samen is. Nou, leuk over de Maas hier. Nou, kom je ook nog eens wat tegen. Als je precies. Bootje huren. Dan kun je mooi het peloton volgen. Ja, dat is ook een vorm van volgen. Oei, er gaan er een paar de berm in. Dan staat er eentje stil. Oh, die remt wel heel plotseling, die Bastianelli is dat. Ik denk dat ze lek heeft, of dat de achterwiel zit vast zelfs. Die is losgelopen. Marta Bastianelli. Ja, de Italiaanse kampioen, die staat hier aan de achterkant. Terwijl die het ook in het klassement niet heel slecht ervoor staat. Dit is wel een rot moment om een pechgeval te hebben. Kijk, daar komt de wagen. Die had het net ook al druk, die... Ja, daar hebben ze inderdaad al een aantal lekke banden gehad, volgens mij, vandaag. Kijken of hij nou beter doet dan net, want toen had hij een tweede poging nodig. Nou. Hop, deur dicht. En... Yeah. Ja, even de rem nog een beetje bijstellen. En weg is ze. Maar deze dames die maken zich op voor de finale in deze etappe. Ja, de dames Mitchett en Scott die... In het geel. In het geel. Team van Annemiek van Vleuten. Ja. Dus die zullen... Oh, daar gaat er eentje toch nog wel proberen om weg te komen. Ja, ik wou het zeggen, want die hebben niet echt een sprint bij zich. Dus die zijn misschien wel wat van plan. En dat deden de andere ploeggenoten, die hielden mooi in zo naar is de bocht. Is dat weer een Monique Tenneglo? Nee, dit is niet Monique Tenneglo. Ja, die is nog iets langer dan deze dame. Dat, eens even kijken wie we hier hebben. Ja, zij willen het inderdaad niet op een sprint laten uitkomen, want dan weten ze dat ze de leiderstrui in ieder geval kwijtraken. Ja, dan zijn ze denken misschien kunnen die bonusseconden beter zelf door iemand laten pakken dan dat een van de sprinters het doet. Nou, het gaatje is maar heel erg minim voor deze Mitchelton-Scott-renster. Ja, je ziet ook hier dat ze er eigenlijk gewoon misschien wel een klein beetje laten rijden en tempo hoog houden. En daar wordt ze weer teruggepakt door het peloton. Nou, wie gaat deze tweede etappe winnen van de Bulls Ladies Tour? De laatste 2 kilometer, denk ik. Ja, je ziet ze links, rechts om de verkeersdrempels heen gaan. Trek maakt inderdaad tempo voor Pater Noster. En ook de dames van Canyon Schram zie je weer, die gisteren ook goed van voren zaten. Het gaat allemaal goed bij die vluchtheuvels en die rotondes. Nou, daar is het panel voor de laatste kilometer. Tweede etappe van deze Bulls Ladies Tour. Gisteren gewonnen door Lorena Wiebes. Kan ze dat vandaag weer doen? En blijft Annemiek van Vleuten in de leiderstrui. Ja, je ziet hier echt wel een strijd voor het plekje van voren te bemachtigen. De dames van
valkarren, Cyclane, Cycling, die gisteren ook meesprinten. Chiara Concini was dat, die vijfde werd. Dus die willen vandaag weer goed van voren zitten. Ja, Kirsten Wild zit erbij, Lorena Wiebe zit erbij, Pater Noster. Ja, het is vrij chaotisch. En, even kijken. Laatste 500 meter van deze etappe. Op weg naar de straat, naar het centrum van Gennep. Als we in de vaste camera's komen. Dat is Amalie Diederiksen met Amy Pieters in het wiel hier vooraan. Kirsten Wild zit daar en Lucinda Brand zit er ook naast. Kirsten Wild gaat nu... Ja, gaat hier aan. Ik zie daar volgens mij aan de zijkant Lorena Wiebes ook weer komen. Nou, daar komt Wiebes. Maar hier zit ook Lucinda Brand. Ja, Wiebes wint weer. Toch Wiebes. Lorena Wiebes wint de etappe opnieuw in Gennep. En dat is knap gedaan. Won gisteren de eerste etappe in Weert. En Lorena wint dus opnieuw. En dat betekent dat zij dus ook aan de lijnen gaat in het algemeen klassement. En Annemiek van Vleuten is haar leiderstrui kwijt. Kijk, ze... heeft nu de witte trui van het jongerenklassement. En ja, ze wint gewoon weer. Kijk, ze heeft heel veel ruimte naar links in de witte trui. Ja, die zie je. Maar ze heeft veel meer tempo dan Kirsten Wild. Ja, Wild valt eigenlijk een beetje stil. En die wordt toch nog wel tweede. En Lucinda Brand derde. Pieters wordt vierde. Weer Lorena Wiebes. En omdat de winnaar 10 bonificatieseconden krijgt... neemt zij de leiding over van Annemiek van Vleuten... die nu op 7 seconden op de tweede plaats staat. Vandaag was de start en finish in Nijverdal. De dames moesten ruim 156 kilometer afleggen. En de grote vraag is, lukt het Lorena Wiebes om vandaag weer te winnen? En we kijken naar het algemeen klassement van de Bulls Ladies Tour na de etappe van gisteren. Tweede etappe in Gennep. Nou, daar is het al weg. Lorena Wiebes, in ieder geval aan kop van het algemeen klassement. En vandaag verwachten wij eigenlijk wel vuurwerk, want... na de 3 Limburgse etappes, die toch vrij vlak waren, met proloog natuurlijk ook in Sittard-Geleen, is het vandaag pittig. Ja, we rijden wat klimmetjes over vandaag. 5 grote rondes en 2 korte klimmetjes daarin. Dus ik ben benieuwd wat de dames daar gaan doen. Nou, we hebben dus verschillende groepjes nu in koers. Dit is het derde groepje. Hier zie je Annemiek van Vleuten trouwens zitten. In groep 2, inderdaad, ja. Daar rijdt ze. En die proberen nu de aansluiting te krijgen met die eerste groep. Ja, dat gaatje, ja, dat is niet groot natuurlijk, maar ja, rijd maar eens even dicht. Ja, je moet het dicht krijgen. En misschien dat er hier wel een aantal dames zeggen van... nou, wij hebben genoeg sterke dames van onze ploeg van voorzitter. Wij gaan niet meerijden, dus... CCC rijdt wel mee. Hier zien we Anna van der Breggen. Ja, ze maken er tot nu toe zeker een mooie koers van. En echt wel gebruik ook van het, van de omgeving waar ze zitten. Dus we hoeven niet alleen in het heuvelland te zitten om actie te hebben? Nee, ik denk dat je toch als zodra het al wat heuvelachtig is, zeg maar, buiten Limburg, dat je ook best wel een mooie koers kan maken. In Limburg denken we dat, hè? Dat het alleen in Limburg is. Ja, nou hier zie je dat we bij de Koningsbelt zitten. Kijk, 4,8%. Daar zijn dus ook punten te verdienen. En dit is ook wel weer gunstig voor Lorena Wiebes. Tenminste, als ze dan in dit groepje nog zit. Ja, ze zit daar mooi tussenin in het midden. Dus eigenlijk alle klassementrensters die zitten hier gewoon van voren mee. Want zij rijdt nog altijd natuurlijk aan de leiding in dit veld. En als het dadelijk op het sprint aankomt, dan is zij weer de te kloppen vrouw. Gaat Annemiek van Vleuten toch nog een keer. En Floortje Makkai zit eigenlijk direct in haar wiel. Ja, Moerman, die willen ze ook niet laten gaan. Ik denk dat Van Vleuten gewoon die trui terug wil. Ja, die denkt, ik ga mijn benen gewoon eens even testen hier op dit parcours. En ze zijn toch allemaal ook wel in voorbereiding voor het WK. Dus ze willen ook wel
alles benutten om zichzelf optimaal voor te bereiden. Nou, ze kijken nu naar elkaar. Ze kijken wie is sterk. Ja, wie volgt niet. Wie is erbij. En dan ziet ze dat die Lorena Wiebes gewoon erbij zit. Ja, en die wil ze natuurlijk eraf hebben. Want als het zo meteen een sprint wordt, ja, dan is Wiebes gewoon weer een van de snelste zometeen. Weer een poging. Dus dit is denk ik Amanda Spread. Amy Pieters daarachter. En ook Lizzie Dijnen van Trek. Dus de vraag is, houden deze vier dames, houden die het? Ja, tot nu toe blijven ze echt wel een mooi strak tempo rijden hier van voren. Ze werken goed samen met z'n vieren, ze blijven echt draaien. Dat is toch wel in hun voordeel. Het peloton ziet de dames rijden. Maar probeer dat gaatje nog maar eens te dichten. En daar is het doek voor de laatste kilometer. 40 seconden, voorsprong wordt alleen maar groter van deze vier. En wie kan het zo meteen gaan afmaken? Wie gaat de sprint aan? Eens kijken of er iemand inderdaad nog iets probeert. Of dat ze alle vier afwachten op de sprint. Hier zie je heel mooi Lisa Klein die de binnenbocht pakt over het vluchtheuveltje. En denkt van ik ga er vandoor. Maar ze zetten wel heel snel aan, hè? Het is toch ver. Dijnen die laat het niet lopen. En nu zie je ook hoe kort het peloton gaat komen. Dat is geen 40 seconden meer. Zeker geen 40 seconden meer. Ja, dat is een heel klein gaatje nog maar. Dan moet ik mijn woorden intrekken of ze het überhaupt wel halen. Het gaat spannend worden. Ze gaan zo die laatste bocht in. En dan zullen ze heel hard moeten gaan sprinten, deze vier dames, om vooruit te blijven. Amanda Spratt hier in de laatste positie. Daarvoor Amy Pieters. Helemaal vooraan Lisa Klein. En daarachter Elisabeth Denjen. 4 uur koers vandaag. Ja, ze gaan hier de laatste... Waar is het peloton? Ja, nou, deze dames gaan het gewoon halen. Peloton komt er niet meer bij. Dijnen hier van voren en Pieters ernaast. Ik denk dat Pieters de snelste gaat zijn. Als Dijnen... Nou, kom op, Amy. Dan komt Lisa Klein ook nog op rechts. Eens kijken, het gaat tussen die twee. Lisa Klein wint. Ja. Lisa Klein wint deze etappe. En dan is de vraag hoeveel voorsprong op het peloton. Ze pakt 10 bonificatieseconden en het is nou een seconde of 5-6 uiteindelijk nog maar. Wiebes daar als eerste van het peloton over de streep. Ja, je zag in de laatste paar honderd meter hoe close ze eigenlijk nog kwamen. Hè? En Lorena Wiebes die dan het sprintje nog wint van het pelotonnetje. En hier zien we het mooi van boven als ze aanzet aan de linkerkant. Ja, ze heeft gewoon echt, ze maakt heel veel snelheid en ze komt gewoon net eerder over de finish dan Amy. Heeft dus deze etappe gewonnen, pakt de leiding in het algemeen klassement, Lisa Klein. En we kijken nog even naar wat mooie beelden van deze etappe vandaag in Nijverdal. Morgen dan starten de dames om 11 uur in Arnhem en worden ze rond 2:30 verwacht op de Waalkade in Nijmegen. En zondag is de laatste etappe en ook de langste. Die start om 9:45 in Nijmegen. Via een prachtige ronde in de Achterhoek wordt de finish rond 2:30 verwacht op de Ziependaalse weg in Arnhem. En beide etappes zijn live te volgen vanaf 1 uur